Ongeveer een jaar geleden heeft Van Wijnen hier in Groevenbeek-Noord deze 0 op de meterwijk opgeleverd. Deze 0 op de meter woningen zijn voorzien van tal van energie-efficiënte maatregelen, zoals een hoogwaardige schil en een PV-dak. Wij zijn destijds door Van Wijnen gevraagd om een oplossing voor daglicht door het hellend dak te realiseren. Dat hebben we samen met Libra Energy, de leverancier van de PV-systemen, en Topform Prefab, de fabrikant van de prefab dakelementen, gedaan. We hebben een prototype gemaakt en uiteindelijk is daar een product uitgerold dat perfect in dit concept past. Dat innovaties verder gaan is hier te zien in Groevenbeek-Ermelo. Samen met betrokken partners hebben wij de nieuwste innovaties op het gebied van energieopslag, op het gebied van zonwering en opwarming van de woning en op het gebied van data die verwerkt wordt voor bruikbare informatie voor de toekomstige bewoner. Dat alles komt samen in een paneel waarin de bewoner kan zien hoe zijn woning functioneert, wat het opwekt en wat het verbruikt heeft. Sinds 2006 produceert Vacro elektrisch aangestuurde daglichtoplossingen. En in dit demohuis vind je daar een goed voorbeeld van. Hier is namelijk een solar buitenzonwering toegepast op het dakraam. Deze buitenzonwering voorkomt dat de ruimte erachter oververhit raakt. En daardoor hoef je niet extra te koelen in die ruimte en bespaar je dus energie. Middels de BeanEx-technologie wordt deze 0 op de meter woning slim gemaakt. En dat zorgt ervoor dat de bewoner ten alle tijde de controle heeft over zijn woning. Zowel binnenshuis als door middel van een app buitenshuis. Een praktische toepassing van BeanEx Smart Home is het toepassen van een slim dakraam. Het biedt extra natuurlijke ventilatie en zomernachtkoeling. Dat is extra comfort en energiebesparend. Dankzij deze zelfvoorzienende en zelfsturende oplossing laten wij zien dat we klaar zijn voor de volgende stap, namelijk de slimme 0 op de meter woning. 39 woningen 0 op de meter woning hebben we hier gerealiseerd. Hartelijk dank dat we dit met elkaar hebben mogen delen en dat we dit feest ook mogen vieren. En aan jullie allen de uitdaging om het nog smarter te maken dan het nu al is. Dank u wel.